Marco, we horen Jannes uit de kleedkamer. Ken jij Wout de nummer van Jannes? Of? Nee, ik ken die niet. Ik ken helemaal weinig Nederlandse. Maar je bent er al even geweest. Hoe is de sfeer in de kleedkamer op dit moment? Ja, natuurlijk goed. Ik denk maar iedereen heeft gezien dat we ooit echt veel gevochten hebben op het veld. En het was echt een moeilijke wedstrijd voor ons, omdat we echt lang in ondertal hebben gespeeld. Maar ik denk, we hebben verdiend gewonnen. Ja. Laten we teruggaan naar het moment, want je maakt een matchplan voor zo'n wedstrijd. Leef je een week naartoe. Ja. Dat was nog een uitzonderlijke situatie met Armenteros die niet fit is, ook Cecilia die niet kan spelen. En dan eigenlijk na 5 minuten sta je met 10 man. Hoe was dat? Ja, daar heb je niks van die matchplan meer. Hè? Ja. Maar onze matchplan was normaal dat we gewoon vorne druk zetten en ze echt niet in het spel komen, laten komen. Maar ja, dan moet je na 15 minuten of zoiets de hele wedstrijd of je hele spel veranderen. Maar ik denk dat hebben we echt goed opgelost en ja, nog een keer verdiend gewonnen. Ja. Ligt er op zo'n moment een scenario klaar? Weten jullie wat je moet doen met een man minder? We hebben het niet precies afgesproken voor die wedstrijd of zo. Maar we hebben dan kort met die trainer gepraat op het veld. En dan was voor iedereen klaar dat we welke systeem, dat we een beetje iets veranderen. En ja, dan is het gewoon vechten. Iedereen moet meer lopen. En ik denk dat we dan nog steeds onze individuele kwaliteit hebben. En die hebben we dan ook laten zien. Ja, wat zei de trainer in de rust? Ja, dat we gewoon zo moeten doorgaan. Dat we steeds die betere ploeg zijn, ook met 1 man minder. Maar dat we moeten kijken dat we compact blijven en die as dicht houden. En dat we dan onze kansen krijgen en die dan ook benutten. Ja, uiteindelijk is je dat gelukt aan de hand van een standaard situatie. Dan sta je een lange fase met 1-0 voor. Heb je een moment het idee gehad dat dat nog in gevaar kwam? Of? Nee, ik heb zelf niet het gevoel gehad dat het in gevaar komt, omdat we echt weinig weggeven. Ik denk, met het publiek thuis hier is het ook makkelijker voor ons om alles te geven. Ik vind dat we niet in gevaar gekomen zijn. Ja, in principe de opvatting van Heracles in deze divisie is hoog druk zetten. De bal, de ploeg zijn die de bal heeft. Maar eigenlijk op zo'n moment in ondertal ga je op de counter spelen. Kom je in de omschakeling tot je recht. Is dat misschien ook niet wat deze ploeg heel erg goed in is? Ik denk ook dat we dat kunnen. Maar ik vind dat wij een ploeg zijn die echt door zijn individuele kwaliteit gewoon met die bal spelen moet en vooruit druk zetten moet, omdat wij niet dat we direct laten zien dat wij de baas op het veld zijn en niet afwachten en reageren op het veld. Ja, ik wil nog even terug naar jou persoonlijk. Hoe waren jouw afgelopen weken? Ja, weet je, natuurlijk wil ik gewoon altijd spelen, maar ik heb veel met die coaches gepraat en zo was ook die communicatie dat ik mijn kans krijg. Ja. En die heb ik vandaag gekregen en zo ben ik blij. Ja, hoe was het om weer in het stadion te spelen? Ja, mooi. Het is altijd met deze sfeer. Maar is het altijd heel veel plezier om weer te spelen. En, was goed. Hoe was het qua fitheid? 90 minuten lang weer? Alles goed. Prima? Ja. Helemaal goed, dankjewel. Dankjewel.